Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Payment. Je blijft altijd up-to-date. Blijf up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. En ik heb David IJsseldoorn. David, je bent in Suriname? Ja, ik ben in Suriname, ja. Weet je wat Tata is? You know what Tata, toch? Weet je wat dat betekent? Ja, dat is mijn vaderland, toch? Nee, Tata, you know Tata. Betekent als ze zeggen you know Tata, dat wil zeggen dat je een blanke Nederlander bent. Ja, toch? Je hebt het over mijn vaderland. Oh, ja, Nederland. Ja, oké. Okay. Hoe lang zit je al in Suriname? 12 jaar. Nog meer grap. Ja, man, 12 jaar al. Ja, en nog geen seconde spijt gehad. Ja? Waar heb je in Nederland gewoond? Rotterdam. Feyenoord, Sparta, Excelsior, zo toch? Sparta toch. De oudste, de mooiste club van Nederland. Oké. Okay. Sparta. Broederliefde. Rotterdam West, kasteel. Ja. Ah, boom. Ja, mooi. Hé, maar wat doe je in Suriname? Ik werk voor mezelf. Ik maak websites, ik heb een bedrijfje. Ik maak websites, grafisch design, wat consultancy. Daarnaast zijn we bezig met de National Soccer Academy. Dus wij leiden jonge profvoetballers, jonge voetballers op tot profvoetballer. En verder, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, die houden me wat druk. Allemaal in Suriname? Allemaal in Suriname. Ja, mijn dochter is in Nederland. Ja, ja. Dus je bent geboren Rotterdammer, Rotje Knor, en gewoon sta je op een ochtend op en je zegt, ik heb het gehad hier. Nee. Zo, het was niet over één nacht weer eigenlijk natuurlijk. De eerste keer dat ik in Suriname kwam was in 1995. Met mijn toenmalige vrouw. Althans, we zijn getrouwd in Suriname. En toen een aantal keer op vakantie geweest en in 2008, 2009, kerst, oud en nieuw, was het de laatste keer dat ik op vakantie ben geweest, want toen had ik tegen mijn toenmalige vrouw gezegd van, of we kopen een enkeltje of ik ga niet meer naar Suriname. Want iedere keer dat ik terug was, zat ik heen weer naar Suriname. Dus iedere keer als je terug, als je in Nederland kwam, had je heen weer naar Suriname? Ja, dat is heel gek, weet je. Ik bedoel, ik romantiseer het echt niet, hoor. Ik ben een echte Nederlander, Rotterdammer. Uh-huh. Maar het land pakt je of het pakt je niet. Nou, het heeft mij gepakt. Wat pak je dan? Wat heeft het land te bieden? Ja, Frans, het is een gevoel. Weet je, dat was de allereerste keer dat ik hier aankwam. Toen die vliegtuigdeuren open gingen, de geur alleen al, weet je wel. Ik kom van Rotterdam en dan heb je de Shell Pernis, Hoogvliet. Toch? En ja. Als je dan voor het eerste keer in de tropen terechtkomt en je ruikt die geur... Ja, toen dacht ik echt van, wauw man, dit is toch wel bijzonder, weet je. En dan zie je het leven, met alle plussen en minnen, hè. Nogmaals, ik romantiseer het niet. Maar dus op een gegeven moment was het voor mij gewoon een kwestie van kiezen of kabelen. Of ik blijf in Nederland tot aan mijn pensioen, want ik had toen ook met mijn kinderen te maken, met hun leeftijd natuurlijk. Je kan ook niet midden in hun puberteit naar een ander land verkassen. Maar toen hebben we de keuze gemaakt. Of je blijft in Nederland tot je pensioen, of je gaat naar Suriname... Wanneer kom je terug? Hoe lang wil je nog in Suriname blijven? Nou, het is niet de bedoeling dat ik... Ja, voor vakanties. Maar ik bedoel, ik heb geen voornemens om terug te keren naar Nederland... om daar weer te vestigen, als je dat bedoelt. Absoluut niet. Heb je geen moment spijt dan van... dat je nu in Nederland achterin laat, Rotterdam... Gaat goed in Rotterdam, hè, dat weet je. En nu in een land met crisis. Ja, crisis is ook relatief, hè. Het is maar net wat je ervan maakt. Ik bedoel, ik denk op dit moment dat Nederland in een grotere crisis zit als Suriname. Ja, maar dan op een heel ander vlak. Weet je wat ik mis af en toe van Nederland? De kneuterigheid. Ja? Weet je, je zit toch meer binnen met kerst. En zo. Sowieso met kerst is het gezelliger in Nederland. Uh-huh. Ook nu moet je wel in Suriname zijn. Maar als je mij recht op de man afvraagt, wat mis je van Nederland? Buiten mijn ouders en mijn familie en mijn zusje. Dan is het Sparta. Bram Ladage, patat en een harenkie op de markt. Voor de rest is het Suriname voor mij. Ja, ik bedoel, dat zijn dingen die ook in Suriname te krijgen zijn. Toch Bram Ladage bijvoorbeeld. Nee man, patat, sorry, met alle respect. Met alle respect. Uh-huh. Surinamers weten geen patat te bakken. Surinamers weten geen patat te bakken? Nee man, niet te vergelijken met zoals het in Nederland is. In met name Bram Ladage. En haring kan je hier wel vinden bij Choice, maar dat betaal je een godsvermogen. En dan vind ik het ook weer niet waard, weet je. Het moet wel leuk zijn. Ja. Dus wat vind je van die patat van Surinaams? Ik vind dat het
dat ze het koud eten. Dat ze het friet bakken en dat ze het verpakken en dan mag je naar huis meenemen en volgende dag eten. Ja, en dan is het, en dan is het allemaal slap en zo, weet je wel. Het is niet krokant. Het is anders. Het is gewoon anders. Oké. Dat went niet? Nou, nee. Als ik bij mijn grote vriend Boogies een hamburger bestel, dan laat ik de patat mooi aan de kant. Dan geeft hij me extra hamburger of extra saus van mijn part, maar geen patat. Ja, maar op tata. Hoe kan op tata zonder patat leven? Ja, toch. Het is niet voor niks dat we zo genoemd worden. Ja, maar daarom denk ik van, jongens, je zit daar in een marteling, man. Hoe dan? Hoe kan op tata zonder patat leven? Dat gaat toch wel, als ik moet kiezen tussen de natuur, de mensen, het leven, het vrije leven hier, mijn kippetjes en mijn dogs, hoe ik hier leef. Sorry hoor, maar dan is die Bramladashi patat ook weer niet zoveel waard. Snap je? Oké. Okay. Is het niet in je opgekomen? Want jij blijft Nederlander en jullie denken vaak in geld. Is het niet in je opgekomen om Bramladashi Suriname op te richten, op te zetten? Nou, weet je wat ik wel ooit wilde doen? Die stroopwafels verkopen. Echt, met een stroopwafelkraampje op de Domineestraat staan, weet je wel? Zoiets. Uh-huh. Ouderwetse stroopwafels, dat wel, maar... Ja, nee, maak het compleet, stroopwafels en friet, echte friet. Nee joh, ik ben veel te druk met mijn huidige werkzaamheden, met mijn werk voor de National Soccer Academy, voor Diaspora, waar probeer ik een beetje te helpen. Uh-huh. Dus nee man, ik heb druk genoeg. Geen tijd voor patat. Nee, maar als dit is Diaspora Talk en hier praten we vrij. Als blanke Nederlander, witman, hoe kijkt men naar jou in Suriname? Als je binnenkomt ergens en functie en ik bedoel, opdrachten, klusjes, hoe gaat het? Veel mensen denken dat ik van hier ben, op een of andere manier. Misschien, ja, ik spreek de taal. Ik woon hier al een paar jaartjes. Dus, en ik val natuurlijk op, want ze zien als blanke van je hoe dan ook eerder op als een Hindustaan of een Creool. Maar ik voetbal veel, dus veel mensen kennen mij en gaan er gewoon eigenlijk al een beetje vanuit dat ik van hier ben. Daarnaast, soms heb je last van positieve, tenminste last niet, maar dan heb je wel positieve discriminatie. Dus dan word je toch, als ze hier de keuze hebben tussen een Creool en een blanke, dan werd, het wordt ook wel minder hoor, maar dan werd die blanke toch eerder gekozen als die Creool. Bij gelijke omstandigheden, dus eigenlijk een beetje het omgekeerde vanuit Nederland. Maar ik heb me altijd thuis gevoeld hier. Ik heb één keer op het voetbalveld gehoord dat ik terug moet op moet rotten naar mijn eigen land. En voor de rest nooit. Dus ik heb me altijd hier echt ontzettend thuis gevoeld met lieve mensen. Mm-hmm. Ook klootzakken, die heb je ook. Ja, overal. Ik geniet gewoon. Ik leef mijn leven gelukkig. Dus je bouwt website voor Surinaamse bedrijven en dat is je core business? Of doe je nog andere dingen? Ja. Nou, websites is wel mijn core business. Grafisch ontwerpen, dus billboards, tot en met visitekaartjes, brochures, boekjes. En tegenwoordig ben ik ook bezig met CRM consultancy. En dat begint ook wel aardig te komen nu. Dus dat is mijn werk eigenlijk, daar leef ik van. En krijg je genoeg opdrachten? Ik bedoel, als je website bouwt en al die dingen doen in graphics, is het genoeg werk voor jou? Weet je wat het voordeel is, denk ik wel? Ik denk dat het een beetje toch de Nederlandse invloed is. Surinamers doen weinig aan sales, weinig aan acquisitie. Ze gaan niet actief de markt op om nieuwe klanten binnen te halen. En dat doe ik wel. Je blijft... Ik blijf gewoon mijn sales doen. Ja? Uh-huh. Ik ga zelf naar mijn nieuwe klanten, ik bel ze op, afspraak maken, langsgaan, de deal binnenhalen en dan bouwen. Ik heb wel wat mensen die met me samenwerken, ik doe het niet allemaal alleen. Maar de sales doe ik gewoon zelf en actief. En dat is het voordeel wat ik heb ten opzichte van mijn concurrenten. En sowieso is dat een tekortkoming, vind ik hoor, van de meeste Surinaamse bedrijven. Ja, ja. Ze doen niet actief acquisitie. Nee, dat hoort er niet bij. Acquisitie, meestal moet men je kennen. En dan regelt iemand en dan slaap je totdat je wakker bent. En dan ga je naar die opdracht op je luiers, donder, slof. Precies. Nou ja, goed, en dat doe ik anders. Ik ben ook niet anders gewend, weet je, vanuit Nederland. Ja. Maar zie jij dingen van de Surinamers daar in Nederland, wat je zegt van jongens, daarin zouden in Nederland veel meer moeten doen? Kunnen wij iets van de Surinamers leren? Ja, sowieso discipline. Hoe gek het ook klinkt, COVID-discipline. Ja?
Ik vind, als ik het zo volg, ik volg Nederlandse media op de voet. Heel de dag zit ik op het internet nieuwsberichten te lezen. En als ik dan weer hoor dat er in Nederland vanmorgen 500 Barnevelders naar de kerk zijn gegaan. Yes. Dan denk ik van, ja, dan snappen jullie toch ook niet helemaal. Weet je, dan gaat het hier toch, dan kunnen de mensen in Nederland wel een voorbeeld nemen aan Suriname. Want hier kom je de winkel niet eens zonder mondkapje. Weet je wel, er wordt echt wel, alle bruggen zijn s'avonds afgesloten. Je komt niet thuis als je niet thuis bent. Dus wat dat betreft vind ik van, dat kan Nederland wel leren van Suriname. Absoluut. Nou ja. En voor de rest, buiten dat, het leven. Hè, ik weet, er is een vooroordeel in Nederland, mm-hmm, dat Surinamers lui zijn. Nou, absoluut niet. Surinamers zijn helemaal niet lui. Maar ja, weet je wat ik vergelijk het wel eens, wat doen Nederlanders als het daar een maand lang 30 plus graden is? Dan gaat het hele tempo ook omlaag. Want je kan niet fullspeed werken alsof het in 15 graden is. Dat kan gewoon niet. Je moet rekening houden met de weersomstandigheden. En als ik zie hoeveel mensen hier om 5 uur 's ochtends ook naar de werk toe gaan of om 6 uur 's ochtends, dan kan je mij niet vertellen dat Surinamers lui zijn. Sommige mensen hebben 3 braantjes om rond te komen. Dan ben je niet lui. Nee, hè? Nee toch, dus dat zijn van die vooroordelen. Oké, dat zijn... Natuurlijk is in Nederland alles beter geregeld, maar daar leef je ook met 17 miljoen mensen en is er ook veel meer geld aanwezig. Hè? Of het nou hier gestolen is of niet, maar buiten dat. Met die bevolkingsgrootte van Suriname speelt ook een grote rol in de ontwikkeling van het land. Je kan gewoon minder dingen, want je bent met te weinig mensen. Dat is een feit. We praten met Dave IJzerdoorn. Hij is in Paramaribo. Hij woont in Suriname, uit Rotterdam. Gewoon Amman Lib Rotterdam. Godnag Amai Godteen Sernang. Ja toch? Je antwoord me bij. Heb je in die tussentijd al, ik wil niet zeggen ontdekt, want dat moet nu routine zijn, de Surinaamse keuken. Ja, tuurlijk. Ja man. Dat kan je ook aan mijn buik zien. Ja? Maar... Ja, nee, ik ben radio, dus te krijgen, ja. Ik ben audio, ik heb geen beeld. Oh ja. Dat komt toch wel. Nee, maar de Surinaamse keuken ken ik wel natuurlijk, ja man. Uh-huh. Ik heb alleen slang heb ik niet gegeten. Wat eet je? Slang heb ik nog wel niet gegeten, maar klein eetjes, man. Nee, eerlijk is eerlijk. Surinamers eten geen slangen. Nou, ik heb er al een paar keer voorbij zien komen. Ja? Ja, bij de Indianen. Ja man. Nou man, ik denk het niet, maar ik ben lang niet geweest, maar ik is mijn land, ze eten geen slangen man, hooguit kaiman in bepaalde plaatsen. Ja, waterkip. Ja, dat is die Lego. Oh waterkip, ja, Lego is boomkip nou. Ja toch. Ken je Lego? Je moet snel weer eens komen, ja. Uh-huh. Ik heb die eieren wel niet gegeten, wel niet hoor mij nu praten, wel niet. Uh-huh. Ik heb die eieren nog niet gegeten, maar... de Lego zelf wel. Is ook lekker. Ja? Weet je wat ik denk? Nee, het beeld al. Waar Rotterdammer in jouw Lego in zijn naam. We hebben nu 10 minuten van de bramladage naar de Lego aan. Alles kan. Nee, het is toch niet voor niks. Alleen bij God en de Surinamers alles mogen. Nee broer, alles kan als je het zo hoort. Dan is voor mij een klein bruggetje van Bram Ladas naar Lego. Ja, kijk, het is maar net hoe groot je het maakt, hè. Ja. Maar alles relativeren, man. Maar kook je zelf Surinaams? Ik doe mijn best, ja. Ik kan wel een beetje, ik kan wel redelijk in de Hindoestaans koken. Oké. Moxie, Alesi, kip in de oven, ja. Maar pom, ik heb nog geen pom gemaakt of dat soort dingen, maar ik doe mijn best. Oké. Heb je ook een Surinaamse vriendin of vrouw toevallig? Ja. Ik heb een Hindoestaanse vrouw. Nu een vriendin. Ik had een Hindoestaanse vrouw. Uh-huh. En nu heb ik een Hindoestaanse vriendin. En, ook een tijdje hoor. Een tijdje. En het gaat goed? Ja, gelukkig wel man. Ja man. Oké. Mooi man, ja, Dave, ja. Om jou te spreken. We zijn in diaspora en jij zit aan de andere kant daar. En, je bent bezig met... Zit je nog sociaal? Doe je nog iets in verenigingen, in clubverband? Hoe doe jij het? Hoe kom je de dagen doorbouwen voor je bedrijf? Want ik neem aan dat je niet alleen maar aan het werk bent, toch? Nee. Wat ik net zei, de National Soccer Academy. Dat is een heel belangrijk deel van mijn leven geworden eigenlijk. De Nationale Soccer Academy, vertel me kort wat dat is in 2 minuten. Ja, wij leiden jonge voetballers uit Suriname op.
tot profvoetballer. Dat is het uiteindelijke doel. Daar is een heel traject voor uitgestippeld. Daarvoor hebben wij een samenwerking met... ik ben een Rotterdamse radio, maar we hebben samenwerking met Ajax. Dus we krijgen ook best veel aandacht van Ajax daaromtrent. Trainingsvormen en begeleiding. En dat gaat best wel goed, mag ik zeggen. Ja, het ligt nu stil, helaas. Maar we kunnen niet wachten om weer te starten. En, maar goed, dat komt, als het goed is, ergens in januari wel weer, dan we kunnen gaan beginnen. Verder ben ik dan betrokken bij Stichting Diaspora Suriname Internationaal. En dat is ook een stukje uit ideologisch oogpunt. Ik bedoel, ik voel me nu toch wel deelgenoot van de Surinaamse cultuur. Ik persoonlijk heb daar natuurlijk mijn roots in Nederland liggen. Voor veel mensen binnen onze organisatie is het net andersom. Maar we zijn allemaal, zijn we ofwel half Nederlander, half Surinamer, of half Surinamer of half Nederlander. Ja, weet je wel? Dat is waar. En ik vind het een, omdat Surinamers overal ter wereld uiteindelijk terecht zijn gekomen, vind ik het een mooi streven vanuit de stichting Diaspora Suriname de mensen toch te connecten met elkaar. Op een of andere manier dat de man die nu in New York woont of in Zwitserland zit, dat hij toch een bepaalde binding blijft houden met Suriname. Oké, okay. Dat is idealistisch. Ja, nou, er is ook niks mis mee met idealisme. En het is reëel, weet je. Het is reëel. En ik weet zeker dat er genoeg mensen in de diaspora zijn die daadwerkelijk een echte steen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname zelf. Zeker nu we weer toch een beetje in wederopbouw zijn en het vertrouwen langzamerhand toch wel weer wat toeneemt. Denk ik dat het moment daar is dat de Surinamers, met name in Nederland, maar eigenlijk gewoon wereldwijd, massaal achter het land gaan staan. Want het land verdient het. Nee. Wat vind je zo mooi aan het land dan? De warmte van de mensen. Even los van de klimatologische omstandigheden die voor mij toch, ook al ben ik van Nederland, is het hier lekkerder vertoeven in de 30 graden dan in de min 10 in Nederland bij tijd en wijle. Mm-hmm. Maar vooral de mensen zelf, de natuur, de omgangsvormen, hoe gek het misschien voor Nederlanders ook klinkt. Maar de manier hoe wij hier met elkaar omgaan is een beetje zoals Nederland in de jaren 50, 60. Weet je wel, je kan nog bij elkaar een kopje suiker lenen. Zonder een factuur te krijgen achteraf. Ja, maar soms blijf ik wel Nederlander natuurlijk. Ik bedoel, als je te veel suiker komt leden, krijg je wel rekening. Hey, maar als je, oké, we hebben het over de keuken. Als je iets drinkt in Suriname, je drinkt iets Surinaams, wat mag het zijn? Ja, parbobiri dat nabiri. Het is alleen niet meer te betalen. Parbobiri dat nabiri is niet te betalen? Ja toch? Nee man, het is veel te duur geworden. Palem? 35 SCD. Jenjama Palem toen nog? No. Dat heb ik één keer gedaan. Uh-huh. En toen wist ik uiteindelijk van voren niet meer dat ik van achter ook nog lees. Dus dat doe ik niet meer. Ik drink wel, wij noemen het hier blauwdop. Dat is die iets minder sterke. Voor hoe noem je het? Blauwdop? Blauwdop, toch? Dat is die palm, maar dan met minder alcohol. Uh-huh. Maar dan kan je wel stoer doen dat je kan zeggen, ja, ik drink palm. Weet je wel, maar het heeft minder, je gaat minder snel op je hoofd staan. Oh, dus als je palm drinkt, dan kan je zomaar op je hoofd gaan staan. Nou, ik heb het één keer gedaan, ik doe het nooit van mijn leven meer. Ah, oké. Ik ben echt een stukje van die film kwijt. Nee, dat moet je niet hebben. Maar dan, je houdt het bij die parbobiri, dat nabiri. Ja, toch? Of een lekker wijntje, s'avonds, weet je, als je lekker op bokkommetje zit, lekker wijntje drinken. Of een Maar Suriname heeft geen wijncultuur, toch? Het begint wel te komen. Er wordt wijn gemaakt in Suriname, en hele lekkere ook. Surinaamse wijn? Ja, man. Ja. Kommer wijnen. Volgens mij. Als ik me niet vergis op Kommerwijnen. Mm-hmm. Er zijn een aantal van die wijngaarden. Ja? In Suriname. Er wordt Surinaamse wijn gemaakt. Ja, echt waar. Mooi. En ik heb het één keer geproefd. Het is echt lekker ook. Oké. Nee, dit is nieuws voor mij. Ik heb wel ooit als kleine jongen jamu. Je weet wat jamu is? Vraag je ja, zo. Die heb ik wel onder de grond gestopt een paar dagen. En dat was wijn. Ja. Nee, echt druiven, Surinaamse druivenwijn. Heerlijk. Is het te zuipen? Ja man, het is echt serieus lekker. Oké, ik zie het dan. Ze hebben ook prijzen gewonnen voor mij. Het is alleen ja, waarom ze niet, misschien is de omzet of de productie nog te klein om het te exporteren. I don't know. Mm-hmm. Maar je kan het hier wel vinden. Het is wel iets duurder natuurlijk als de traditionele Franse wijn. Ja. Maar ik vind, als ik dan mogelijkheden heb, dan koop ik liever die Surinaamse wijn toch. Je wil toch mooi je eigen land ondersteunen. Ja, want die paar... Maar dat is ook mijn land gewonnen. Zeker. Geworden.
Zeker, want Pablo Bier heeft ooit zo'n prijs gewonnen, hè? Boy, in toen ik kwam was het geloof ik iets van 15 SCD, of nog minder zelfs. Mm-hmm. En wat kost die, over 2009. Wat kost een Pablo Bier nu? 35. Ja, man. Ad de kiemel. Ja, toch. En je weet hoe het is met bier. Als je eentje drinkt, wil je twee drinken ook. Ik nog een failletje. Hey, zeg je. Vandaar die blauwdop. Ben je schakel over naar blauwdop nog? Wat zeg je? Je schakel over naar die blauwdop. Want 35, maar dat is... Man, kijk, dat is wat je voor een fles whisky betaalde in Suriname vorig jaar. Ja, dat is serieus. Ja, en ik meen het. En een blik Pabo, zo'n grote, weet je, een halve die lange, liter. Die halve liter, ja. Wat 20 was SCD. Jezus. Het is niet goed om Jezus' naam in alcohol in één zin te noemen, maar ik zeg wel nee, Jezus hier. Nee, ik begrijp wie je het bedoelt. Ah, Jezus. Maar het is echt zo. Oh. Je merkt het ook in de winkel, als je naar de winkel gaat, dat iets veranderd is in het land? Ja, tuurlijk. Als we grote boodschappen gaan doen. Mm-hmm. Als ik vergelijk met 2 jaar geleden, ik ben nu 2 jaar bij mijn huidige vrouw, vriendin. Mm-hmm. Met een hoop kinderen in huis. Niet allemaal van haar, maar die zijn hier terechtgekomen. Mooi. En in het begin was het 2000, 2500 wat we uitgaven per maand. Dat was er nu, net aan de grote boodschappen, nu laatst gingen we doen 4000. 4000 is verdubbeld, man. Ja, man. Ja. En dan koop je wel voor de hele maand, hè, behalve je brood en, en dat soort dingen. Maar het is heel veel geld. Ja, het is behoorlijk veel. En dan leven we echt niet luxe, hoor. We leven echt niet luxe. Nee? Nou ja, is ook relatief natuurlijk. Ik bedoel, ik denk dat ik rijker ben dan de gemiddelde Nederlander. Die veel meer verdient dan ik, want hij zit altijd binnen. Boy, dat is waar. Ja, toch? We zitten altijd binnen hier. En daarom voel ik niks van de lockdown. Nee, ja, jij zal er weinig van merken, want het verandert niet zoveel. Nee. Alleen dat de winkels dicht zijn, hè? Ja. Ja, maar het is wel vervelend. Het is wel erg, hoor, hè. Want daar maak ik me wel zorgen over. Ik sprak mijn ouders vandaag nog, weet je wel. Ja, die blijven nu ook continu thuis, natuurlijk. Ja, maar, het is niet te doen hier, man. Ik werk het, ik lees het. Ja, het is echt niet, het is niet meer leuk. Nee, toch? En als zelfs Sinterklaas al doodgaat aan corona... Man. En die Rutte zegt, het zal tot 19 januari duren. En daarna zien we weer. 19. Ja, kijk, het is voor mij misschien wat lastiger om erover te... Kijk, ik volg het wel allemaal op voet, hè. Mm-hmm. Maar ja, van de buitenkant is het toch makkelijk praten. Hè? Ook al is het hier ook weer aan het toenemen, hoor. Maar natuurlijk niet in die mate als in Nederland. Maar het is ook moeilijk vechten tegen een vijand die je niet kent. Ja, dat is waar. Ja, toch? Ja. Hey, hou je gezond en goed, Dave? Het is ontzettend leuk om met jou te praten. En zo horen wij van niet alleen politici, maar gewoon mensen die daar zijn aan het ondernemen. En het gaat goed bij die ondernemen in Suriname. Ja, ik mag zeker niet klagen. Zeker in coronatijd. Uh-huh. Hè? Maar ja, nogmaals, ook voor mijn werk voel ik het minder. Sterker nog, ik voel het alleen maar in positieve zin een beetje. Omdat bedrijven toch veel meer naar digitaal overgaan. Dus de noodzaak voor een nieuwe of een goede website neemt alleen maar toe. Door middel van corona. Dus ja. Mm-hmm. Weet je, in dat opzicht is de ene dood, de andere zijn brood. Ja. Ja, dat is waar. Dat klopt. Ja, van in deze tijd gebeurt meer dingen digitaal dan normaal. Dus het is een goede tijd voor ICT en IT, IT'ers van deze wereld. Ja. En heel veel succes. En ook met National Soccer Academy, voetbal, hè? Ja, man. En ja. Diaspora, Suriname Internationaal DSI. Ik ga jullie volgen en ik hoop snel iets van de leiding van Diaspora Suriname Internationaal te horen op deze zender. Dat zal ongetwijfeld vrij snel gebeuren. Hebben jullie al een website? Die is in de aanmaak. Die wordt zeer binnenkort, volgende week wordt die officieel gelanceerd. Oké, Diaspora Suriname Internationaal. Dave IJsdoorn in Paramaribo. Dankjewel voor je tijd, man. Een fijne tijd. Many thanks, Frans. Bedankt voor de aandacht voor ons in Suriname en voor NSA en de diaspora-beweging, zeg maar. Veel succes met Radio Stanvast. En als ik je niet meer spreek, happy All Christmas. The best. Thank you. Je luistert naar Stanvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op stanvasteradio.nl.